Hallo kijkers van Dreams 93 en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Assassin's Creed 3. Yeah! Jongens, voordat wij deze aflevering gaan beginnen wil ik even zeggen dat ik vandaag een zware dag achter de rug heb gehad. Dus het kan vandaag zijn dat ik van vandaag wat minder enthousiast ben, wat minder plezierig, wat minder emotioneel, wat minder... Jullie begrijpen het wel. In ieder geval, jongens, wat wij vandaag gaan doen is wij gaan vandaag... verder met de hoofdmissies. Maar voor we dat gaan doen, gaan we eerst kijken of er zijn missies bij zijn gekomen. En voor we dat gaan doen, gaan we eerst het ding doen wat we altijd doen aan het begin van de aflevering van de 643. En dat is natuurlijk de encyclopedie over de gewone man en vrouw. En jongens, vandaag gaan we natuurlijk beginnen, zoals altijd, met de kleermaakster. En kleermaakster, bent u wat aan het doen? Bent u wat aan het doen? Deze activiteit is al gescand. Oké, is helemaal goed. De kleermaakster is met iets bezig wat ze al eerder heeft gedaan. Nou, dat kan. Dat kan. Als een kleermaakster dat wil doen, dan kan dat. En we gaan trouwens totaal de verkeerde kant op, volgens mij. Of tenminste... Smit, bent u wat anders aan het doen? Hey! De meneer de Smit was een keer wat anders aan het doen. En daardoor hebben we alles van de Smit gescand. Jee! Dus jongens, vanaf nu hoeven we alleen maar de kleermaakster nog te volgen. En ze hoeft nog maar één ding te doen. En wat ze dat gaat doen, geen enkel idee. Maar jongens, wat wij vandaag nu nog gaan doen, voordat we naar de hoofdmissies gaan, is wij gaan eventjes kijken of er zijmissies bij zijn gekomen. En dan beginnen we natuurlijk met ons dorp. En er zijn inderdaad zijmissies bijgekomen. Hier zelfs. Maar zijn er verder nog zijmissies bijgekomen? Niet echt. Nee, niet echt. Oké, dus we gaan naar die zijmissie toe. En ja, we gaan kijken wat die persoon te zeggen heeft, of wat hij te doen heeft, of wat hij maar wil. Want er zijn dus weer zijmissies bijgekomen. En ik hou van zijmissies. En jongens, ik zeg altijd zijmissies voor de hoofdmissies. Dus natuurlijk gaan we eerst zijmissie doen. Oké, er is wat aan de hand. Oké, wachttijd. Missie starten. Wat is er, meneer de dokter? Ik ben benieuwd wat hij heet. I simply can't get to all these men in reasonable time. I need help from you, from anyone. Oh, en dat komt helemaal goed. Ik wil best helpen. Breng Diana naar Dr. White. Oké, geen enkel probleem. Oh god, we hebben 1 minuut. Dan wordt het wel een grote probleem. Oké, Diana. Joehoe, ben je daar? Daar ben je. Diana, ik moet even met je praten. De dokter heeft je nodig. Yep. Diana, kom op. Volg je? Ja, gewoon rennen. Ik vertel het je zo wel. Yep. Yep. Oké, Diana, succes. Ik hoop dat je het lukt. Diana, perfect. I'm told you have a healer's hand. Please see to this young man. Oh, komt helemaal goed. Komt helemaal goed. Meneer, wat is er aan de hand? Interactie. Oh, u heeft uw schouder bezeerd. Oké, meneer, wat is er met u aan de hand? Oh, u heeft last van uw been. Ja, even dat bot recht zetten. Doet even pijn, gozer. Maar je kan weer lopen. Graag gedaan, matroos. Oké, gozer, wat heb jij? Heb jij ook weer... Hij heeft zijn schouder ook weer zeer. We hebben eigenlijk niet heel veel gedaan, maar dat maakt niet uit. Oké, in ieder geval, gozer, wat is er met jou? Jij hebt ook je schouder zeer. Oh nee, je hebt je arm bij de kom. Nou, die doet het weer. Caught a piece of shrapnel in the shoulder. Bad luck. Thank you, Captain. Graag gedaan. Gozer, wat is met jou aan de hand? Je hebt last van je voet. Oh god. Doet even pijn, gozer, maar ga liggen. Oké, praat met Dr. White. Komt helemaal goed. Ik denk niet dat als je je verbrandt aan een touw, je last hebt van je been. Maar dat maakt niet uit. Oké, in ieder geval, dokter, het is gelukt. Oh god. Zet door die meneer zijn hoofd. Praten.
We hebben het goed gedaan, op zich. But Diana, you impressed me greatly. Well, thank you, doctor. I haven't studied the practice or anything. Maybe not, but your instincts are superb, and you have a healer's touch. If you had the time, I would be grateful for your help on a more regular basis. Might be Catherine could watch the young ones a few days a week. And if she can't, we'll find someone who will. Wij kunnen dat van doen. Connor, en wij, en ik, en we kunnen dat van doen, jongens. We gaan wel op de kleintjes letten. Connor tegen, met de kleintjes. Ik vind het maar goed. Maar ja, dat deden we verrassend snel. Lyne kan nu hoogwaardig medicijnen en vergif maken. Nou, dat is leuk, dan kunnen we nog meer mensen doden. Met vergif. En we hebben natuurlijk heel wat geld gekregen. Nieuw trofee vrijgespeeld in het landhuis. Dat is alleen maar mooi. Missie voltooid. Volledig gesynchroniseerd. Waarschijnlijk. En er is een konvooi teruggekeerd. Met 1085. Waar is de rest? Waar is de rest? Ik hoop dat de rest zo komt. Anders zijn we een beetje ons geld kwijt. Hey, en we hebben nog meer dorpsmissies. Dus we gaan natuurlijk verder. En iemand anders wil met ons praten. Dus ik ben benieuwd wat die gozer te... Gozer of mevrouw of wie dan ook wat die persoon te zeggen heeft. Even kijken, is dat niet de dokter? Ja, waarschijnlijk de dokter. Ik ben benieuwd wat de dokter te zeggen heeft. Dokter, bent u daar? Bent u daar? Oh, dat zijn dokter en Diana. Praten, wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Good day, Connor. Nou, goedemorgen. Hello, Dr. White. Diana. Hello there, Connor. Hoi Diana. Diana and I were just having a look over our equipment and facilities. They've seen a great deal of use in the last few days. Zo kun je het doen, ja. So things have turned for the better. Better than it ever was in Boston. Oké, mooi. I was missing my apprentice when things first exploded, but now I have Diana. She's better than he was in every respect. And are you happy, Diana? I never thought this would be my path, but now that I'm here, I admit it feels right. Nou, goed om te horen. Goed om te horen. Dat Diana ook een beetje haar plekje heeft gevonden. Oké, maar volgens mij hebben we nog een missie. Oh, we hebben hier nog een gesprekje. Oké. Nou, we got a lot to do, jongens. En ik vind het al helemaal leuk. Ik vind het al helemaal leuk. Oké, in ieder geval, ben benieuwd wat die persoon te zeggen heeft. Is dat de herbergier? Is dat... Wie is dat? Dat is binnen, volgens mij, of niet? Dat is volgens mij binnen. Dus dan moeten we naar binnen. En laten we trouwens even heel snel kijken wat de klimmaaks aan het doen is. Want als hij iets nieuws aan het doen is, kunnen we haar natuurlijk weer scannen. Want ik bedoel, we zijn toch in de buurt. Is ze wat nieuws aan het doen? Ze is er niet. Ja, ze is wat nieuws aan het doen. Ze is op vakantie. Dat is totaal nieuw voor haar. Dus Oké, maar in ieder geval, we gaan dan naar de herberg. En Ik ben benieuwd wie wat te zeggen heeft. Want iemand wil wat tegen ons zeggen. En ik ben benieuwd wat. Oké, open. Oh, dat is de dokter alweer. Hey dokter. Wat doet u hier? Wat wilt u zeggen? Praten. Ik ben benieuwd wat de dokter weer te zeggen heeft. Hopelijk wat leuks. She'll come wandering into the village and light up your life. Mark my words, I'm telling you. I have a sense for these things. Might be, might be. Ahoy, Connor! Look at us! Three bachelors waiting for love, waiting for a drink, whatever comes first. Drink wins! Women will be lining up for you, Doc. I'm telling ja, dokter, dat komt helemaal goed. En als ze niet voor jou komen, dan komen ze in ieder geval voor je helende kunsten. Ah, je komt er ook wel, gozer. You brought the folding chair to the Americas. You're a pioneer, an entrepreneur. Women appreciate a man with vision. What about you, Connor? How is it a man like you has no wife? Ik denk niet dat het echt makkelijk is op dit moment. I have not the time to give. One day, perhaps.
Yep. En ik hoop het ook voor Connor. Ik hoop dat het Connor dat lukt. Oké, okay, maar we hebben nog een missie. In de, hoe heet dat? Van Achilles waarschijnlijk. Tenminste, het is hier. Dus we gaan naar het landhuis. En dan gaan we kijken wie daar een missie voor ons heeft. En jongens, ik ben bang dat we vandaag niet aan de hoofdmissies toekomen. Want we zijn nu al bij het dorp lang bezig. Daar staan we het allemaal te doen is nog in Frontier, New York en Boston. Tenminste, als daar wat te doen is. En zo niet, ja, dan zien we wel wat er gaat komen. Maar ik ben trouwens wel benieuwd waar mijn konvooi is, of ons konvooi is gebleven. Dus we gaan heel even kijken waar ons konvooi is gebleven. Want we hebben nu wel inkomsten, maar we hebben de rest van het konvooi nog niet. Waar is al het geld gebleven dan? Nou, misschien hebben we het al binnen, dat zou best kunnen. Oké, okay, in ieder geval laten we dan eventjes snel nog een konvooi sturen, want we hebben toch genoeg spullen. En gratis geld is altijd leuk. Plus het duurt helemaal niet lang om snel eventjes die dingen te sturen. En gratis geld is nogmaals altijd heel erg leuk. Oké, okay, mooi. Dit wordt weer een koets vol met ijzererts. Nou, als mensen ijzer willen, dan mogen ze ijzer hebben. Dan kunnen ze weer messen maken die wij weer kunnen gebruiken om de Britten in de buik te steken. Of hun hoofd mee af te hakken. Oh, ze willen alle twee hetzelfde. Nou, ga daar maar langs dan. Oké, okay, in ieder geval, jij verkoopt meer. Goed. En jij verkoopt ook meer. Oké, okay, goed. Mooi. En hoeveel krijgen we hiervan? 700 ongeveer. Maar hebben we het geld al binnen dan? Ja, volgens mij wel. Volgens mij hebben we dat geld al binnen. Oké, okay, geen enkel probleem. Ik vind het helemaal goed. En Achilles, heb jij wat? Ik ben benieuwd wat Achilles te zeggen heeft. Old man. Achilles? Achilles. Nee. Dat ga je niet menen. Nee, niet Achilles. Connor, wat staat er in die brief? Connor, je maakt me nieuwsgierig. Arme Achilles. Hij was nog zo jong. Breng Panther Timony het nieuws. Achilles. Nee. We kunnen nog zoveel mooie dingen beleven. Waarom doe je dat nou? Ja, het wordt met een minuut leuker. We winnen steeds meer. We maken steeds meer Tempeliers dood. Dus op dat gebied in de oorlog winnen we. In de Amerikaanse revolutie. Maar we raken ook steeds meer vrienden kwijt. Connor zijn beste vriend is al dood. Omdat hij ons niet meer vertrouwde en ons aanviel. En nu Achilles ook. Ja, we houden niet heel veel mensen over. Waar Connor echt bevriend mee is. Of ja, echt bevriend als familie beschouwd. Ook al beschouw ik het hele dorp als familie, maar dat maakt even niet uit. De moeder van Connor is al dood. De beste vriend van Connor is al dood. En Achilles is al dood. Ja. Dat wordt er niet beter op. Ik ben er eigenlijk een beetje stil van. Oké, okay, kunnen we naar binnen, Connor? Dat vind ik misschien een stuk leuker. Want we moeten het nieuws brengen. Connor, ik vind het heel leuk dat je een beetje wil spelen nog, maar laten we naar binnen gaan. Oké, okay, dit had ik dus eventjes niet verwacht. Maar, ja. Dan moeten we een begrafenis gaan regelen. Wat is het? Achilles has passed. Helaas wel, ja. I'm so sorry. Ja, ik ook. He passed peacefully and with dignity. Nou, dat hebben we tenminste dan wel goed gedaan. Of tenminste, daar ben ik wel blij mee. Yes. Please prepare something appropriate. I will see the grave is dug. Can you gather everyone? Ja, we gaan er een mooie laatste dienst van maken. Voor Achilles. Een laatste dienst voor Achilles. We gaan er iets moois van maken. Het stormt. Dat is totaal gepast. Anna, if you are reading this, oh, we kunnen ondertussen graven. To say goodbye as I wanted.
but the time never seemed appropriate. I leave this land and all its resources to you. I trust you now know this place has become something of great significance. A community to serve as an example of what this would-be nation could become. But the larger and stronger it grows, the more fragile and difficult to defend it becomes. I hope your friends who are birthing this infant country understand this truth. Your unwavering tenacity and honesty have burdened you with responsibility far greater than any one man should bear. But you, if anyone, are capable. You have given an old man hope that all is not lost. And for that, I thank you. Graag gedaan. Heel graag gedaan. I ask that you lay my bones to rest on the hill overlooking the water. Komt helemaal goed. There is no other place on this earth I'd rather be. I am grateful to have met you. Ik ook, Achilles. Wij ook. Guide this land and these people to a better future. We zullen ons best doen, Achilles. Yours and brother. Achilles. Een waardig man. Prayer and sermon do not suit this occasion. Achilles was not a man of God. Not my God, at any rate. But he certainly believed in a guiding force. And he is at peace now. For that, we can be grateful. We lay him to rest here, atop the bluff where he made his honorable and dignified life. So he can remain that comforting presence. The old man on the hill. That we have all grown to depend on. You all had your own relationships with him. Your own moments. And who? And I implore you to return here when the time is right for you and share those stories with the waves and the trees. Achilles, you will be missed. We zullen je echt missen, Achilles. En anders ik wel. En kon er wel. Safely to where your soul. En ik hoop jullie ook, jongens. Echt een goede vriend. Onze mentor. Maar ook echt een hele goede man. Achilles. We zullen je missen. We zullen je missen. Ik ben er een beetje stil van, jongens. We zullen alles doen om deze Amerikaanse revolutie te stoppen. We gaan je trots maken. Ook al is het het laatste wat we gaan doen. Nieuw speciaal kostuum beschikbaar in het landhuis. Oké. Okay. Missie voltooid. Zag ik het nou goed? Ja. Connor Davenport. Hey, dat is een leuke naam. Toevallig. Connor en Connor. Ik weet niet of dat iets betekent, jongens. Maar hey, interactie. We kunnen praten. I never properly said goodbye to you. I was not ready. So here I am. The weight of my responsibilities never seems to diminish. There is always something else that needs fighting for. This is something you never warned me of. Maybe because you thought I would have been deterred. You would have been wrong, but I know you were not accustomed to that. Life carries on here. The people seem happy. They are certainly safe. At least for now. One of my brotherhood asked me something I have been struggling with. What happens if, when we win? When we stop the Templars? It is a question I certainly do not know the answer to. Perhaps you did not either. Dan leven we verder in vrede. I miss you. Hoop ik. Ja, ik ook. Achilles. I miss my mother. I hope all is well with you, wherever you are. Ik hoop het ook. Achilles? Goodbye, old man. Until it comes time for me to join you, then I will bother you once again. En hoe?
We gaan alles uit de kast halen. We gaan je weer pranken. We gaan je weer... we maken je weer de oude... Laten we niet over het graf heen gaan lopen. Achilles. Vaarwel. Goede vriend. Echt, ik word hier een beetje emotioneel van ook, jongens. Oké, in ieder geval. Jongens, ik zie dat wij op de tijd zitten. Op zich hebben we nog een heleboel te doen in het dorp. We kunnen nog met heel veel mensen praten. We kunnen nog heel veel dingen doen. Dorpsmissies en dat soort dingen. Maar jongens, laten we trouwens nog dat pak aantrekken en dan vind ik het mooi geweest. Laten we dat pak nog aantrekken. Want ik weet niet welk pak we hebben gekregen, maar we hebben een nieuw pak gekregen. Dus ik wil dat sowieso wel even zien. Wat het nieuwe pak is. Oké, laten we dan eventjes hier naartoe gaan. Laten we dat nieuwe pak aan gaan trekken. En dan vind ik het mooi geweest, jongens. En wat was dit echt een emotionele aflevering. Vooral voor mij. Oké, wat is het pakje wat we gaan aantrekken? Dit pakje, denk ik. Nee, die hebben we al aangehad. Achilles' originele kostuum. Je hebt het kostuum van Achilles bemachtigd. Laten we dit aantrekken. Bevestigen. Jup. Als een eredienst. Als een eredienst voor Achilles. Ik vind het helemaal goed. Oké, we gaan weer naar boven. We gaan naar buiten. En dan sluiten we af bij het graf van Achilles. Maar jongens, wat was dit? Een vervelende, verdrietige moment om mee te maken. Dat Achilles is heen gegaan. Dat Achilles niet meer bij ons is. Achilles, het gaat je goed. Ik wens je alle hoop. Ik wens je alle vrede. En ja. Maak er wat moois van. In ieder geval, kijkers. Bij het graf van Achilles ga ik dan tegen jullie zeggen. Kijk eens, duimpje omhoog. Help mij, helpt het kanaal mee. Opnieuw als jullie nog niet zijn geabonneerd. Als jullie nog een leuke comment achter willen laten voor Achilles. En wat jullie er nou van vinden dat hij heen is gegaan. Want, ja, dat vind ik wel een beetje gepast. Aangezien hij toch echt onze mentor was. En, ja. Kijk eens. De van vandaag ben ik zeg dat het is. Doei!